16 en 17 augustus zijn er weer de Limburgse landdagen op de Rimburger Hoeve bij ons in Landgraaf. Er gebeurt hier van alles in demonstraties van tractoren, werkende tractoren tot en met standhouders met Limburgse producten. Omroep Landgraaf is erbij. En wij gaan nu aan de organisatoren vragen, waar komt dat nou vandaan, dat Limburgs landleven? Ik naast Jos Keulen, voorzitter van de Oldtimer Vereniging Limburg, OTMV Limburg. Jos, een vereniging. Hoe lang besteedt die al? Die staat voor hebben jubileum. 25 jaar. 25 jaar jubileum Oldtimer Tractoren Limburg. En wie kunt dat nou zo allemaal op af? De gekste lui. De gekste lui. Echt, niet alleen lui die hun historie in de landbouw hebben. Maar ook vooral techneuten. Mensen die echt willen sleutelen, die willen... En oude technieken, dus dit is de zichtbare techniek. Als ze tegenwoordig in de motorkap van de auto open is, dan zie je geen techniek meer. Maar dat zie je te werken. Deze machine zie je te werken, dus zie je wie het werkt. We lopen dadelijk eens even rond hier. Is zo van, wat kom je allemaal tegen op dat terrein? Nou, hoofdzakelijk tractoren. Er staan ook een paar auto's, stijgende vrachtwagen en stationaire motoren. Stationaire motoren, zoals die achter staan, die worden gebruikt voor vroeger gaat aan te drijven een mijlmachine of een dorskast of wat dan ook. Maar hoofdzakelijk tractoren. En tractoren vanaf, de vooroorlogse tractoren vanaf 1925 tot eigenlijk, ja, hoe ligt de grens, een beetje 1970, 1975. En als bijzondere stukjes techniek, de tractoren die op een bepaalde manier starten en andere die elektronisch starten. Ja, vroeger worden nog geen elektriciteit in de tractoren en toen wordt het eigenlijk of handmatig gestart of vuur gloeien koosten voor toen en neer. Dat moest doen met een brenner, dus dat deden we echt met gas en vuur. En toen hebben we er een paar van staan en ik heb zo meteen eens even laten zien wie dat werkt. Thank you.
stond hier bij een deut, spreek ik dat goed uit? Ja, een watergekeulde deut. Deut is eigenlijk bekend door zijn loggekeulde motoren. Maar voor oorlogs worden ze watergekeuld. Deze is uit 1939. Technisch geheel gerestaureerd en bijna nieuw staat. Alleen ja, de Duitsers noemen het patina, dat is ouderwets gelaten. De mors in deze tractor zijn dat er een heel leven achter zich gaat. En ja, startmotor houden ze nog niet, dus ze moesten met de hand aanzwingelen. En dan kan ik gewoon eens even laten zien. En hoe werd geslingerd? Nu werd geslingerd, hè? Zeer vergoed, een slinger. Hè? Enthousiaste kijkers, hey. Is het vroeg erbij? Nou, het zijn geweldige brommers. Die tractoren, dat is imposant. Want ze zien die hele mooie oude tractoren. En die mensen, die liefhebbers, dat is gewoon schitterend om te zien. En ik ben vroeg dat ik hier ben. En ik ben ook vroeg dat ik hier tegenover woon. Dus voor mij is het een thuiswedstrijd. Dat is gewoon geweldig. En heb je zo die brommer al gezien? Ja, ik heb verschillende brommers hier al gezien. Die Kreidler, maar niet de Sparta. Het is alleen al... Alleen het illusie te muiten doen voor zo'n ding te ondergroten. Ook als het groenwerk, dus het lakwerk, ja. En dan, dan moest je een beetje kennis hebben van, nou goed, wie zit het meuterk in elkaar? Wie kan ik hem vervangen als het kapot is? En noem maar op, hoe kom ik aan onderdelen? Nou, dat zijn toch echt dingen. En dan moest je achterrijden, hoor. Ik denk, want ik heb verschillende eigenaar gesproken. Dat is echt een, dat moest je op jacht, hoor. Via internet of via een computer en noem maar op en noem maar op. Of een markt aflopen, dus... Ik denk wel dat er gans getieden in zitten als ze zeggen, ik wil zijn brubbeke in stand houden en restaureren. En mevrouw, ging er heel wat huishoudgeld al richting brommers en motoren? Ik ben nog aan het sparen, maar voor zulke is het een leuke hoed. Nee, heel erg leuk. Wat gaat het worden? Nou, ik denk dat lichte blauwe vuren. Dat vind ik wel leuk. Ja. Vijftig jaar geleden wordt in vuil plaatje Limburg nog het graan afgedaan met de heng, met de zig en de hoek. Dan moest het uitgedorsje werden met de dorsvlegel. Toen daarna kwam een uitvinding, dat waren de zelfbinder. En de zelfbinder, die mierde het graan. En dat deed toch tuikens ombingen, wie van dat hier ziet. Maar dat heeft ze nog een probleem, want het koren, de terf in dit geval, dat zat nog immer in de aar. Dan moest dat uitgedorsje werden. En toen hebben ze een DS-kas uitgevonden. En een DS-kas is eigenlijk een groot machine. Wordt aangedreven door een leren reem. Daar zit een dorstrommel in, een grote metalen dorstrommel. Met een ijzeren kurf. Dat kan ze afstellen op de graansoort. Dat wrijft het graan uit de aard.
En vervolgens zit er ook nog een wandmolen in. Dat is eigenlijk een bloos inrichting. En die bloos het kaaf uit te koren, zodat dat zuiver, het zuivere graan in de zak kunt en het struien aan de andere zijde uit kunt.